Ik draag de deur maar dicht. Heb je nog gehoord wat het is? Jazeker. Kijk hier, meiden. Nou, een waardebon. Nou, zeg. Van 1000 oliebollen. Mag ik u namens de voetbal ontzettend bedanken. Onze klanten, onze cliënten noemen wij die tegenwoordig. Ja, maar dat is ook maar een feit. Die hebben het moeilijk het hele jaar door. We hebben in een box van meer dan 110 klanten op dit moment. Nou, ik vind het heel erg dus, dat moet in Nederland zo. Daar ben ik helemaal mee eens. Maar we doen ons best voor die mensen die het nou, echt nodig ook. Hebben. Iets onder, en u heeft daar een fantastische bijdrage nou, aan. Nou, ik wou zeggen, dat heb ik heel graag gedaan. Ik vind dit een visitekaartje voor Boxer. Nou, ik ben echt. Blij mee. Nogmaals, hartstikke bedankt. Hè? Oké. Jan. Waarom de voedselbank? De voedselbank omdat, ik zal het precies vertellen, ik heb het vorig jaar gedaan. Het is me in feite goed bevallen. Mm-hmm. Ik werd steeds, als ik aan die televisie zat, zag ik die reclame voorbij komen. We doen het samen. Maar ik doe niks. Dat kent toch niet? Nee. Toen dacht jij, ik heb mijn oliebollen. Nou, toen dacht ik dus wel aan mijn oliebollen. Dat heb ik zeker gedacht. En toen zondagmiddag stond ik hier in die kraam. En toen denk ik, nou, hoe ga ik dat doen? Hoe krijg ik die voedselbank aan de lijn? Ik heb meneer Witteveen zondagmiddag gebeld. Ik zeg, ik heb de bedoeling om 1000 oliebollen weg te schenken. Naar de voedselbank. Ik zeg, maar hoe krijg ik ze aan de lijn? En dat was voor jou natuurlijk heel makkelijk. Nou, hè, dus. Dat is voor mij heel makkelijk. Hè? Ik heb heel Boksel in mijn mobiel zitten. Hè? We hebben de voedselbank gebeld. En nu staan jullie samen hier. Ja. Ja. En ik ben tevreden. Ja. Toch ook een mooi gebaar, hè? Nou, ik vind van wel. Ja. Had jij nog iets toe te voegen, Arjen? Nee, ja, waarom belt hij mij? We kennen elkaar goed, maar ik draag de voedselbank een heel warm hart toe. En zo is de bal gaan rollen. Ik heb inderdaad gaan bellen. Dan ga ik wethouders sms'en en zo, die er niks van begrijpen. Maar dat komt allemaal goed op de duur. De pers heb ik er een beetje hier en daarbij gebeld. En alle goeds en alle lof voor de voedselbank. Maar die doen hartstikke goed werk. Heel veel succes verder nog. En ik zou zeggen, joh, laat die lekkere oliebollen niet koud worden. Nee, heet ze op. Ze smaakten weer heerlijk. Nou, we zijn er, hè. Peter, we hebben net een heerlijke oliebol genuttigd. Wat vind jij van dit initiatief? Nou, dit is fantastisch natuurlijk. Hè? Het is eigenlijk heel jammer dat er zo'n initiatieven moeten zijn. Want het is gewoon heel jammer dat de mensen naar de voedselbank moeten om gewoon fatsoenlijk in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Weten jullie als gemeente hoeveel mensen er gebruik maken van de voedselbank hier in Boxtel? Ja, ik dacht ergens tussen de 110, in ieder geval een stukje boven de 100, zoveel mensen. Dus dat is een behoorlijk groot aantal. En ja, ik hoop dat we in ieder geval in een tijd komen dat we het aantal zo snel mogelijk weer terug kunnen brengen, want hier wordt niemand vrolijk van.